Hallo schatjes. Maar hoe komt hij nou weer aan kak op zijn hoofd? Ik vind het er heerlijk smakelijk uitzien. Ah, nee! Ik wil niet meer! Hey, wij zijn Puk en Anne van de Kook Fresh Chicks van KookTV nog steeds. En vandaag zijn wij of all places in Kwadijk. Ja, want we gaan natuurlijk weer iemand verrassen. En vandaag verrassen wij niemand minder dan Barry de Boer. Barry is 16 jaar en houdt enorm van motocrossen en wil later niks liever dan boer worden. Nou, en nu werkt Barry op het platteland, namelijk hierachter. Hier komt er nog meer van het platteland. Ik. Barry is dus nog nooit in Amsterdam geweest, de grote mooie stad. Daarom gaan wij natuurlijk drie echte Amsterdamse activiteiten met hem doen in Amsterdam. Aan het einde kan hij dan lekker kiezen of hij heel zijn leven op het platteland wil blijven of naar de grote stad wil verhuizen. Nou, nu willen we natuurlijk wel een stijl gaan. Doen we heel snel. 3, 2, 1. Zo, dit zit lekker. Ja. Heerlijk. Echt helemaal in mijn natuurlijke habitat. Nou. Puk, ik vervel me zo. Ik ook. Wat zullen we eens gaan doen? We kunnen ook naar Boer Barry gaan. We zijn er. Barry zit in zo'n ding. Wij gaan hem even verrassen. Ik ruik stront en koe, dus we zijn in de buurt. We zijn Barry! 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 Volgens mij zit hij in zijn graveltje. Barry! Barry! Ah! Ben jij Barry? Ja. Wij zijn namelijk Anne en Puk van de Kook Fresh Chicks van KookTV. Ja, van het YouTube kanaal van Hoi, ik ben Barry. Hi Barry, wat leuk dat je er bent. Ja. Wij gaan je vandaag verrassen, want wij hebben horen zeggen dat jij een echte boer bent. Ja. Ja? En hou je een beetje van de stad? Nee. Dat was kort maar krachtig. Want Anne en ik willen jou eigenlijk heel graag een dagje lenen, als het mag van je baas, maar die zei al dat het mocht. Ja. En we willen jou meenemen naar Amsterdam om te laten zien aan jou hoe leuk de stad eigenlijk ook is. Zodat jij later kan bedenken, wil ik nou eindigen op het platteland of wil ik lekker naar Amsterdam? Snap je? Ik snap het. Oké, wil je met ons mee? Tuurlijk. Ja? Altijd. Laten we eerst even met de dieren knuffelen en dan gaan we daarna omkleden en dan gaan we naar de stad. Heb je dieren waar we mee kunnen knuffelen? Koeien. Je bent zo lekker kort van stand gehouden. Ja, maar heerlijk. Niet zo moeilijk. Ja. Gereden. Zo'n oude, John Deere. Oh mijn god. Hallo schatjes. Oh, cuties. Oh, ik ga echt huilen. Maar ze trillen een beetje. Deze is zo lief en zacht en leuk. Oh. Kijk dan, hij zit helemaal te genieten. Dit is zo schattig. Oh. Hoe komt hij nou weer aan kak op zijn hoofd? Ben je klaar voor? Ja hoor. Okay. Nou, daar gaan we. Van mij mag je zo mee, maar wil je omkleden of niet? Heb je niet nog iets schoons bij? Nee, ik heb niks bij me. Anne, ik vind dat we loyaal moeten zijn, dan gaan wij ook zo. Met de klompen. Yo, Barry. Heb je nou toch omgekleed? Ja. Waarvoor? Om indruk te maken op Anne? Ja. Op ons alle twee. Hier. Luister, als Barry zich omkleedt, zullen wij dat dan ook gewoon even doen? Ja, kom, we gaan. We gaan. Tot zo. En we zijn in het oh zo mooie Amsterdam. Nou, wij gaan meteen de eerste activiteit doen. En wat is nou meer Amsterdams dan een fiets? Is dit nou echt Amsterdams? Dit is echt Amsterdams. Kan je een beetje fietsen, want je kan goed brommen rijden? Fietsen? Ja, ik fiets alleen naar de kroeg. Oké, we gaan niet naar de kroeg. We gaan naar de bekendste plek van Amsterdam, namelijk de Albert Kuipmarkt. Ken je die? Nee. Hou je van stroopwafels? Nee. Hou je van groenten? Ook niet. Hou je van noten? Boten wel. Noten? Van noten, nee, ook niet. Ook niet van noten. Als jij geen leuke dag hebt, dan weet ik het ook niet meer. Ik zeg, laten we die bakfiets pakken. Mag ik bij jou in de bak? Tuurlijk. Dit wordt leuk. Nee. Dit gaat... Nee. Oké, waar moeten we heen? Links, rechts? Gaat ie goed, Puk? Oh, help. Dit gaat veel te hard. Dit gaat... Barry, doe maar remmen. De Amsterdamse grachten. Nou, dit gaat top zo. Heb je het al stiekem een klein beetje naar je zin? Natuurlijk, ik heb een dag vrij van mijn werk. Twee meiden op pad. Ik ken niet beter. Volgens mij is het hier al aan de overkant. Jongens, we zijn er. De Albert Kuip. Ja, we zoeken dus de stroopwafelkraam. Nou, volgens mij hebben we hem gevonden. Hij lijkt een beetje op die acteur. Hey Barry, kijk eens even wat een grote stroopwafels hier hebben. Ja, die ga jij dus zelf bakken, Barry. Bakken met Barry. Jongens, weten jullie wat een bijnaam voor Amsterdam is? Nou? Mokum. Is je dat? Het is hier Brio's voor stad. Denk je dat je het een beetje in de vingers hebt, dat stroopwafels bakken? Dat gaan we zien. Hallo, Alex. Ik ben Puk. Hallo. Barry. Hi. Hi, Anne. Hallo. We hebben gehoord dat jij de stroopwafelkoning bent. Wie is er beter van jullie? Mijn vader maakt natuurlijk de beste stroopwafel, maar... Jullie zien er ook wel heel mooi uit, vind ik. Jij gaat de stroopwafel bakken, hoorde ik. Dat hoorde ik ook. En daarvoor heb ik dit voor je meegenomen. Je handelsmerk. Dat is leuk. Dus... Nieuw trouwpak.
Ja, zou je hier wel in trouwen? Eerst mijn hoofd vooral. En dan misschien een paar. Het zou toch zo hier kunnen werken, joh? Ja, kijk dan. Jij bent echt zo'n leuke stroopwafel. Heerlijk, ik zou jou een stroopwafeltje kopen. Ik ook, twee denk ik. Nou, oké. Kijk, dit is een bolletje deeg. Die gaat hierin, precies in het midden. Duurt ongeveer een minuutje. Dit is hem. Je snijdt hem door midden. Het is heel dun. Het is niet makkelijk. Ik dacht dat het één helft was. Dat is één. En dat is nummer twee. Gaat de stroop. Gaat erop. En die andere kant, wie kan ik blij maken? Oh, hij is echt heel warm. Oh, hij ruikt. Ja. Gaat met grof geweld dicht. Gaat het lukken, denk je? Denk het wel. Maar wel. Ja, hij is mooi. Hij heeft er feeling voor. Nou Barry, ik vind het er heerlijk smakelijk uitzien. Even goed ronddraaien. Servetje eronder. We gaan hem laten keuren door de meester. Wat geeft u het uiterlijk voor cijfer? Een 8. Zo. Ja, maar echt, dat maar knap, voor hè? De eerste keer erg mooi hoor. Dag Barry! Kom maar. Toen je hierheen ging vond je Amsterdam eigenlijk was nog helemaal niks. Ben je er al iets anders tegenaan gaan kijken? Dat wel. Yes! Ja! Super bedankt. Ja, graag super gedaan. Bedankt. Als je nog een keer een baantje zoekt, dan kom ik zeker bij je terug. Heel leuk. We gaan natuurlijk door naar de volgende activiteit. Ja. Bootje varen. Op de grachten. We gaan ook nog eens een heel leuk spel spelen. Heb je er een beetje zin in? Ja hoor. Top. Vind je het dan leuker dan aan het begin? Ja. Nou, ik vind je leuk man. Je bent nuchter, maar ik vind je wel leuk. Kom, we gaan. We gaan. Kijk eens wat Anne en ik voor jou gefixt hebben. Een boot. Een boot. Ja, wat gaan wij doen, Puk? We gaan jou wat leuke hoogtepunten van Amsterdam laten zien. Nou, en dat doen we door middel van een bingo-spel. Zo, daar zitten we dan. Heerlijk op een bootje, midden in Amsterdam. Zullen we gaan? Tot dan. Schipper, zet de motor maar aan. Ik heb nog een leuk weetje trouwens. Ja. Wist je dat Amsterdam meer dan 165 grachten heeft? Dat is meer dan in Venetië. Dames en heren, welkom bij het grote Amsterdamse dagelijks dingenbingo. Vandaag hebben wij twee kandidaten, namelijk Puk en Barry. Woehoe! Wij gaan vandaag het Amsterdamse bingo-spel spelen. Het spel gaat zo. We zien hier een aantal dagelijkse dingen voorbij komen. Als je dit hebt gezien in het echt, dan mag je het wegstrepen. Zodra je kaart vol is, hebben we een bingo en heb je gewonnen. Oké, we gaan beginnen. Amsterdams paaltje. Bakfiets, toerist, woonboot, rondvaartboot, telletje aan de gracht en een tram. Volgens mij is die rondvaartboot best makkelijk. Daar zitten we namelijk in, Barry. Oh, bakfiets! Hey! Die hebben we natuurlijk hier bij ons. Hey, we zoeken alleen nog maar een stelletje. Zijn er nog stelletjes? Puk, we hebben nog steeds geen koppel gevonden. Oh, bekken, bekken, mooi. Ja, we zien een stelletje. Gillen. Ah! Ja, ze zoende. Ik heb gewonnen. Barry, daar komt niks van in. Ik vind gewoon dat jij hebt gewonnen. Niet? Pas op, niet visvervuiling. Hey! Wij gaan naar de laatste en leukste activiteit van de dag. Hé, hey, Anne, we zien je dadelijk, hè? Ja. Puk! Puk, help even! We zijn er. We gaan namelijk helemaal naar boven in de Adamtoren. En daar is een schommel en die gaat helemaal over de rand. En daar ga ik met jou in. Oh, zo gaan ramen lappen. Dat mag ook. Het leuke, je kan hier op de foto met een greenscreen. Hé, hey, maar jongens, het leuke aan een greenscreen is natuurlijk dat je ook opeens ergens anders kan zijn. Zoals in een woestijn. Ja, of natuurlijk gewoon in de jungle. Waar zou jij nu het allerliefst willen zijn? Tussen de koeien. Oh, dat stinkt. Oh, godverdamme. Oh my god. Oh my god. Ah! Oh my god. Oh. Wist jullie dat de Amsterdamse toren bijna 100 meter is? Vind je het spannend? Nee, hij durft alles. Vind jij het spannend? Ik vind het hartstikke spannend. Jongens, dus het idee is dat jullie deze schommel ingaan. Dan ga ik de quiz afnemen. En Barry, als je dus wint, ga ik erin, wat ik doodeng vind. En je krijgt een ontzettend mooie Amsterdamse muts. Ben je al een beetje zenuwachtig? Nee. Helemaal niet. Even eerlijk, nu moet je. Oké, wacht maar tot je over die rand heen gaat. Dat wordt wel leuk, hè? Wat is een ander woord voor Amsterdam? Jawel, begin met de M. Met de M. Oké, schakel je hoofdlijn nu al in? Ja. Mokum. Mokum. Oh. Oké, Barry, Amsterdam heeft heel veel grachten. Maar heeft er net even een stukje meer dan? Welke stad? Venetië. Ja! Ja! Goed! Woe! Oké, nog één. Hoe hoog is de Amsterdamse toren? Oh, deze weet je. Heb ik net gezegd. Oh, dat is 100 meter toch? Ja! Woehoe! Nog één goed hebben en dan gaat Anne in de schommel. Hoe heette de grootste markt van Europa waar wij vandaag zijn geweest? Het begint met een mannennaam. Albert Kuip. Ja! Yes!
het. Je bent heel blij, maar je moet hierin nu al. Kijk, de grote hoofdprijs is voor jou. Oh, hey, het staat hem ook nog. Na zo'n hele dag met allemaal leuke dingen, vind je Amsterdam dan een klein beetje leuker geworden? Ja, zolang je niet op de weg hoeft te zijn. Anne, ik denk dat we hem wel blij hebben gemaakt. En nu mag jij in de school. Nee. Het is maar 100 meter. Je moet wel lachen. Ik wil niet meer. Nou, ik moet nog een beetje bijkomen hoor. Barbie, hoe vond je het? Leuk. Dit vond je wel het leukste, hè? Ja. Als je nou gaat denken, zou ik nou een keer voor de lol een dagje naar Amsterdam gaan? Zou je dat dan doen? Alleen met jullie. Echt? Nou, positief, laten we daar proosten. Ja. Hey, en als jullie een leuke wens of verrassing hebben, laat het even weten in de comments. En doe vooral een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.